Michael, hoe anders voelt dit punt ten opzichte van afgelopen zaterdag? Ja, dat is wel een wezenlijk verschil, ja. Vandaag moeilijke wedstrijd, weet je op voorhand. Maar hoe wij gestreden hebben. Werd er net ook benoemd, hè. Afgelopen zondag kregen we 2 klote goals tegen. We hebben nu 15 corners tegengekregen en gevochten als mannen daar. En dat is wel iets om trots op te zijn. Precies, want als je naar de eerste helft kijkt, snel die 1-0 achterstand. Ja. Ik vond niet echt dat jullie heel erg van de leg waren daardoor. Nee, maar je weet ook gewoon dat je tegen een hele goede ploeg speelt. En dat de kansen tegen gaan komen en dat zij misschien kunnen gaan scoren. En ik denk dat het dan het belangrijkste is dat we niet in de war raken. En dat we met de opdracht waar het veld mee zijn gestuurd, dat we dat gewoon blijven volhouden. En ik denk dat je dat bij Vlaag ook wel terugzag daarna. Dat we wat, als we de bal hadden, dat we hem wat langer in de ploeg hielden. In de tweede helft helemaal, dat we ook gewoon prima gevoetbald hebben bij Vlaag. En ja, dat is ook wel eens lekker, want je kan deze wedstrijd ook wel eens gewoon 90 minuten achter de bal aanlopen. En dat hebben we niet gedaan, vind ik. Nee, want ook in de eerste helft hadden jullie regelmatig de bal. Was het ook de opdracht om de bal lang in de ploeg te houden? Als je ja, zeker. Als een tegenstander heel goed kan voetballen, dan moet je ze de bal niet geven. Precies, en dan in de rust, wat wordt er dan gezegd? Nou, dat sommige dingen prima waren, maar dat er ook heel veel dingen beter konden. Zeker in de eerste opbouw kwamen we er wel onderuit. Maar daarna verloren we wel wat makkelijk de ballen. En wil je hier de bal houden, moet je heel zorgvuldig zijn. En dan werd de tweede helft ook wel wat beter. Maar we moeten ook niet weglopen voor hun kwaliteit, want ja, zij hebben ook wel vaak een antwoord op dingen. Ja, maar toch scoren jullie nou zeker de goal. Ja, klopt. Ja, ja. Mooi voorzet van Navajo. Ja. Ohim tikt hem binnen. Ja, groeit dan steeds meer het geloof van we gaan hier resultaten halen gedurende die wedstrijd? Ja, bij mij wel, ja. Ja, zeker. Ja. Ja, jij was belangrijk met een aantal reddingen. Ja. Is het ook fijn om je als keeper te kunnen onderscheiden in die slotfase? Ja, dat sowieso. Het is een belangrijk punt en je kan daarin belangrijk zijn voor je team. En ja, daarvoor sta ik in die goal. En niet alleen ik, waar ik net ook al mee begon. 15 corners tegen, gevochten als leeuwen daar. Maar ook in de wedstrijd zelf mensen die zich voor ballen gooiden. Marco die nog een bal van de lijn afkopt van Goudmijn. Ja, als wij met die intensiteit kunnen verdedigen, dan zijn we echt een heel vervelend ploegje. Top, nu wel naar zondag. Ja, weer een mooie heel belangrijk. Ja. Dit is alweer verleden tijd. Zo is dat, succes. Thanks.